Steken? Nee, het is zo'n plasticje van kaas. Ik heb het niet in de papiermand gestoken. Waar wel, Milan? De container. Groen. Heel goed, dat is een groene afvalzak. Oké. Dat is deze van jullie. Lea? Frankrijk, zwart. Ja, inderdaad. Mensen van Frankrijk, dat gaat natuurlijk wat anders zijn. Isaac? Zwart. Ja, woon je ook in... Tot hier. Ja, oké. Waar begint het verhaal van de restafvalzak? Heel goed. En je mag je omdraaien en vertellen aan de klas wat je ziet op de foto. En welke resten? Plastiek. Plastiekjes, Angel? Als ik een boek gelezen heb, eet ik een koekenpapiertje en... Koekenpapiertjes, wat zit er daar nog in, Timothy? We eten daar bijna niks in, want we hebben kippen en ze eten alles op. Ah. Heel goed, Isaac. En je mag je omdraaien en je vertellen aan de klas wat er gebeurt op de foto. We zien een jongens een vrachtwagen die weggaat. Ja. Verbranden. Heel goed. En hoe noemen we dat, die machine waar alles verbrand wordt? Eleonore? Ja, heel goed. Je mag hem hieronder plaatsen. Ga je naar de winkels maken of kweken? Ja. Appartementen. En ik zie zoiets en nog veel aarde. En ik denk dat dat voor iets is, ik weet niet voor wat. Nee. Ze kunnen daar geen huizen of straten mee bouwen met dat as. Waarom? Het is heel heftig as. Ja. Het is as waar je heel vlug ziek van zou worden. Flessen en flacons, metalen verpakkingen, drankkartons. Oké, en nu is heel luid. 3, 2, 1. Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen, drankkartons. En ik toon mijn eerste voorwerp als het helemaal stil is. Oké, daar gaan we. Gewoon verplaatsen. Kijk niet naar wat je vriend of je vriendin doet, denk zelf. Goed, waarom staan jullie langs deze kant van de klas? Ja? Omdat het PMD is, omdat het plastic is. Het is een plastic. Flesje. Denk voor jezelf, kijk niet naar wat de anderen doen. 3, 2, 1, stop. Oké, we zijn verdeeld. De ene zegt een plastic potje, hoort bij restafval, de andere PMD. PMD, waarom zeggen jullie dat het in de PMD moet? Want het is plastic. Ja, maar voor? Is dat hier een plastic fles? Nee. Is dat een metalen verpakking? Nee. Is het een drankkarton? Nee. Dus plastic en potjes, jullie zijn juist, horen bij restafval.